rechts ook. Bij het Keltfest, die komt er helemaal omheen. Hier sta je veilig en hier aan de kant. Ja, Wim? Ik hou het een beetje in de kant. Ja. Hier kun je zo alle kanten naar. Zo achter mij is het prima. Wie dat even wilt zien, we gaan naar 25 kilo ver gooien. Wim van den Broek in de Belg, hij begint. 25 kilo ver. Zo, dit ziet er feest uit. Wim van den Broek. Wat gelijk. Ik ga wel met één hand. One hand throwing. Dus dat staat in het reglement. Eén hand, dus je moet op een discus manier. Wim van den Broek, hij is de Belg boven de 40. En het is niet makkelijk met dit gewicht hoor. De jongens laten dat even zien. Als hij snelheid wil maken, snelheid en techniek. Kijk eens, en hij. Zo, Wim van den Broek. Hij gaat Johan Peter weer voorbij. Die zijn vrouw. Ja, wel goed hoor dat zijn vrouw hem wat stuurt. Ja, mijn vrouw ook altijd zeer met de sport bezig hoor. De eerste wat ze vroeger thuis kwam, hoeveel prijzengeld heb je verdiend, mevrouw? Ja, dat is altijd wel veel interesse voor de sport. Ja, veel interesse voor de sport, mijn vrouw. Wim van den Broek. Hij is nu wat gecoacht door zijn vrouw die daar zit onder de. En hij moet vechten tegen Johnny McPepper. Zo, yo, hij lijkt weer. Nee, joh, wat is het? Wim van den Broek. Sportman van het jaar is hij verkozen in zijn gemeente. Maar is dit verder, Wim?